We staan hier vandaag op het themamanifestatie bij de WUR Open Tilten. We hebben hier met een heel aantal concurrerende bedrijven een heel mooi platform weten te creëren voor de peentilt. We hebben hier vrij veel groene middelen, dat is toch wel de toekomst. De chemie raakt er wat uit, de werkzame stoffen worden minder. Milde resistentie in het loof. We hebben fertigatie, irrigatie, zodat we de kunstmestgiften kunnen beperken en op de juiste momenten water kunnen geven. Dus eigenlijk een heel breed pakket, alles is hier vandaag te zien. Peentilt verandert. Ik ben op zoek naar nieuwe rassen, nieuwe manieren van gewasbescherming en ook voor je netwerk is het goed. Vandaag laten wij eigenlijk een fertigatieproef zien. Dus dat zijn druppelslangen in peen en daarin doen wij gelijk bemesten. Ja, het is een nieuw soort tiltsysteem, zeg maar, waar we eigenlijk gedurende het gehele groeiseizoen meststoffen kunnen geven op een vloeibare manier met druppelslangen aan het gewas. En ook in een droge periode kunnen we dus eigenlijk altijd water geven en meststoffen wanneer de plant dat nodig heeft. Ik kom hier ook voor mijn spuitlicentieverlenging, maar bijvoorbeeld ook de nieuwe rassen. De laatste jaren komen er toch wel veel nieuwe rassen op de markt. Dat is als teler altijd interessant, hè? Rassen met betere bewaarbaarheid of hogere opbrengst of mooiere kleur. Uniek aan deze dag is eigenlijk toch wel de samenwerking onderling tussen de bedrijven. We zien hier de grote chemiebedrijven die met elkaar samenwerken, de grote zaadbedrijven die met elkaar samenwerken. Normaal zijn we concurrenten van elkaar onderweg, alleen op zo'n dag komt alles bij elkaar en dan maakt het niet uit of je groot of klein bent. De peentilt is natuurlijk vrij klein in Nederland, we hebben een 8000 hectare staan. Dus we kunnen wel allemaal tegen elkaar werken, maar we kunnen beter samenwerken. Het middelenpakket wordt minder, alles wordt minder. Dus we moeten samen elkaar versterken in de kleine peentilt die we hebben. De toekomst van de peentilt zie ik op zich rooskleurig. Het is toch een gezonde groente. Mensen willen toch healthy voedsel hebben. Dus ja, we verwachten eigenlijk wel dat de peentilt nog wel wat groter gaat worden in Europa, zeg maar.